Hallo, ik ben hier in de weide tussen mijn koeien. Afgelopen jaren heb ik in april de koeiendans laten zien, toen de koeien voor het eerst naar buiten gingen. En het is nu vandaag 27 augustus, de koeien zijn al een mooie poos buiten. Nog al een hele tijd dag en nacht, dan komen ze alleen binnen om gemolken te worden. Ongeveer 81% van de boeren heeft de koeien buiten om te weiden. En dat aantal, dat percentage mag eigenlijk niet onder de 80% komen. Want de consument ziet graag koeien in de wei. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom is er een keurmerk weidemelk. Dat staat op de pakken. Pakken onder andere van Friesland Campina. En daar zie je onderaan dat logo weidemelk staan. Dat betekent dat de koeien minimaal 120 dagen lang 6 uur per dag buiten lopen. De weideuren houden we nauwgezet bij. Dat doen we digitaal. Hier op de app, daar vul ik dat in. En je ziet het aantal uren dat mijn koeien per dag per etmaal buiten lopen. Dat is 18,5 uur. Het begint om 12 uur 's nachts in het schema tot 5:30 in de ochtend, dan zijn ze 2 uur binnen en overdag weer naar buiten en dan weer een paar uur naar binnen om gemolken te worden. Hier zie je dat ik een aantal weken mijn doelen al behaald heb. Het aantal dagen van 120, daar zit ik inmiddels al op 140, dus dat had ik 5 augustus al behaald. En de 720 uur die mijn koeien buiten moeten zijn, dat is inmiddels al boven de 2100 uren en dat had ik op 9 juni al behaald. En toen kreeg ik op 3 augustus een bericht van de melkfabriek. U hebt uw doelen behaald, u mag nu op vrijwillige basis verder weiden. Nou, dat doen we graag. Ik doe niets liever dan zoveel mogelijk de koeien buiten weiden. En ik hoop dat jullie als consumenten daar ook volledig achter staan. En dat kunnen jullie doen door de zuivelproducten te kopen met het keurmerk weidemelk. Er zijn verschillende merken die het keurmerk weidemelk dragen. Maar ik beveel natuurlijk van harte de producten van Friesland Campina aan. Dat snappen jullie wel. Ik hoop dat we nog een hele mooie nazomer hebben. En dat de koeien nog een poos ook in de nacht naar buiten kunnen. En zeker een eind tot in, als het kan, liefst november, overdag buiten kunnen weiden. Want daar geniet ik van. Koeien in de wei. Jullie ook? En wie vaker naar de vlags van mij kijkt, die zal iets zijn opgevallen aan mijn koeien. Wat dat is, daar horen jullie binnenkort meer over. Groetjes en tot de volgende keer.